Ja, uh, we gaan het hebben over het Roomburger Park referendum. Volgende week mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezing natuurlijk. Dat is misschien toch eigenlijk wel een beetje de, de hoofdmoot. Maar hier in Leiden hebben we ook nog, uh, nog iets anders. Hè? Want we gaan ook uh, stemmen, ja of nee, tegen het herinrichtingsplan van het Roomburger Park. En uh, jij doet een uh, fact-check al, al wekenlang. Elke week uh, zit je hier op vrijdag uh, normaal bij Melle Maar daar val ik vandaag even voor in. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuk. Mag ik het ook een keer doen? over van, ja, wat wordt er allemaal beweerd over het Roomburgerpark... over die herinrichting en klopt dat allemaal uh, wel? En vandaag gaan we het hebben, ja, misschien wel de hamvraag... want hoe groen wordt het Roomburgerpark? Uh, want als het over groen gaat, dan worden de voor- en tegenstanders van het plan... ja, die worden, zijn daar echt niet over eens uh, met elkaar. Komt er nou meer of minder groen... Als het plan van de gemeente doorgaat, Rianne, help ons uh, uit ja, dat, de brand. Ja, dat, dat is de vraag. De, de tegenstanders zeggen er komt minder groen, en de voorstanders zeggen er komt meer groen. Ja, en wie heeft er nou gelijk? Ja, en dat is echt een hele moeilijke vraag om echt goed te kunnen beantwoorden. Dan wil ik eigenlijk heel even terug naar waar we het vorige week ook al over hebben gehad, over de fase waarin dit plan is. En dit plan is op dit moment een schetsontwerp. En dat is helemaal aan het begin eigenlijk van het, ja, hoe dat normaal gaat als er iets ontwikkeld wordt. Dus heel veel dingen die zijn nog niet exact berekend, of dat is nog niet exact bekend. Terwijl ja, logisch, als je argumenten wil, mensen wil overtuigen met je argumenten, dan ga je juist wel zeggen. Ja, dit gebeurt of dat gebeurt en dat is goed of dat is slecht. Maar het lastige, dus ook nu met deze factchecks, maar ook waar we over moeten gaan stemmen, is dat dus heel veel niet exact bekend is. En uh, nou, wat er wel in dat plan echt staat, is dat het uitgangspunt is dat er meer groen komt. En dan denk je, ja, maar dan wil ik dat ook wel kunnen zien, natuurlijk, in een plan. Uh, maar ja, dan komen we weer bij een lastig punt. De exacte oppervlaktes van alles, dat is gewoon nog niet bekend. Dat gaan ze later, als er een besluit is genomen over, nou, eerst natuurlijk de uitslag van het referendum. En vervolgens gaat de politiek daar weer van alles vinden en mensen gaan daar weer allerlei ontwerpen verder. Uitwerken en dan pas ja, kunnen we tot echt exacte oppervlaktes komen. En het een heeft weer met het andere te maken en met geld heeft het natuurlijk allemaal te maken. Nou, een aantal dingen die we wel weten over die oppervlaktes bijvoorbeeld is uh, nou, dat er dus een extra. Uh, uh, kunstgasveld staat ingepland, dat multifunctionele veld, wat ook als vierde hockeyveld is. Uh, daarvan wordt gezegd 6000 uh, vierkante meter plastic. Nou, dat, dat ligt wel vast, toch? Hè? Dat dat 6, zes... ik doe die afmeting. Uh, die afmeting ligt vast, behalve dat dat dus niet 6000 is, maar net ietsje minder. Maar ik snap, het klinkt lekker om dat 6000 te noemen, maar het ligt meer in de buurt van de 8500. Als je het berekent met uh, stroken die je daar ook omheen nodig hebt om uh, nou ja, wat van de hockeybond ook moet. Nou, er zijn ook een aantal dingen die er dus weer afgaan. Want op de plek waar... Uh, nou, die, dat veld komt op de plek van, het, van de speeltuin. En de speeltuin schrijft op naar de plek... waar nu ook een kunstgras-trapveld ligt. Nou, die afmetingen die zijn niet allemaal exact bekend. We hebben dat zelf even bekeken. Van hoeveel is dat dan ongeveer? Uh, er wordt vaak over gezegd duizend. Nou, weet ik ietsje minder, ongeveer 800 vierkante meter. Nou, dat moet je daar dus aftrekken. Daarnaast is er ook nog een inloopveld... Uh, uh, bij Roonburg-Hokje, wat ook ongeveer 800 vierkante meter is, moet er ook af. Er zijn nog een versteende fietsenstalling van ongeveer 1000 vierkante meter. Dat moet je er ook aftrekken. En zo zijn er meer plekken die, waar ook wel iets mee gaat gebeuren. Dus je kunt niet gewoon zeggen, er komt 6000 vierkante meter plastic in het, veld, uh, in het, in het park. Die, die komt er, maar er gaan ook weer andere dingen worden weer groen. Dus dan kom je al sowieso uh, op een stuk minder uit. En er zijn ook andere plekken die vergroend worden. Uh, meerdere stroken worden weggehaald. Er worden wegen afgesloten die groener worden. Uh, het schoolplein wordt vergroend. Er moet een Tiny Forest komen. Tenminste, in het plan zoals het er dus ligt. Dus um, ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt volgens de gemeente, moet er dan dus meer groen komen. Maar wij kunnen dat op dit moment niet. De, de cijfers die, die zijn gewoon niet zo, zo neer te leggen. Dus op dit moment nog. En nog wel natuurlijk een belangrijk punt waar het de tegenstanders om gaat. Van ja, je kan wel zeggen van je hebt. Uh, je hebt meer groen gemaakt, maar is dat groen ook evenveel waard als het groen dat je weghaalt? Ja, dat blijft natuurlijk ook een beetje een lastige kwestie. Hè? Want dat is ook een klein beetje, ja, ja hoe weeg je dat? Hoe weeg je dat tegen elkaar af? Ik bedoel, als je natuurlijk echt een, zeg maar een, een mooi stukje park hebt... of je hebt iets in, echt een beetje natuur met allerlei bloemen en planten en struiken... en je, en je legt er een, een grasveldje neer... Ja, dan is dat natuurlijk toch een andere, ja, andere ja. soort biodiversiteit. Maar ja, en dan is er altijd een teerpunt zijn natuurlijk bomen. Als er bomen, bomen gekapt moeten ja. worden, ja, dan gaan een heleboel mensen huilen gewoon. En uh, hoeveel bomen worden nou gekapt? En hoeveel komen er terug? Want dan wordt altijd, ja, er komen er meer terug. Maar, maar is dat echt zo? Ja, bomen is inderdaad altijd moeilijk. En als je nu dus kijkt naar uh, het. het Plaatje dat in dat schetsontwerp zit, dan kun je kruisjes gaan tellen voor bomen die weggaan en je kunt bolletjes gaan tellen voor bomen die terug moeten komen. Alleen is dat getal dus ook nog niet exact bekend. Het is wel Hiervan zegt de gemeente dan wel: ja, dit zijn wel getallen die wel ongeveer kloppen. Dus uh, wat is geteld is dat er 67 bomen moeten wijken voor de plannen die er zijn. En dat er 90 bomen weer bijkomen. Dus ook om die extra vergroening mogelijk te maken. Maar dat kunnen ook bijvoorbeeld 65 bomen en 91 bomen zijn. Of, of 70 bomen en, en 87 bomen. Dat, dat exacte getal is dus niet bekend. Maar. Wat wel interessant is, want dat wist ik dus zelf niet. Maar dat heb ik. Dat vond ik wel goed om te horen. Uh, ze wil, er is, ik wist wel dat het is bekend dat ze willen gaan kijken of ze bomen kunnen herplanten. En, maar dat is altijd maar de vraag of dat kan. Bij sommigen ligt het aan de staat van de boom, aan de staat van de ondergrond, hoe groot die boom is, of dat kan. Maar het zou dus kunnen dat van die 67 bomen, dat daar bomen van herplant kunnen worden. Dus dat. Dus je, dus waarschijnlijk worden er sowieso geen 67 bomen gekapt, maar worden er ook een deel daarvan herplant. Dat betekent wel dat er dan die bomen die herplant kunnen worden? Dat betekent ook dat er dus minder nieuwe bomen voor terugkomen. Dus uh, netto <laughs> komt het op hetzelfde aantal bomen daarmee uit. Ja, oké, okay, maar soms bij bomen, je hebt natuurlijk ook bomen bijna monumentale bomen. Is het, zijn er ook van dat soort hele karakteristieke bomen die ook uh, gekapt uh, gaan worden? Nou ja, het park is, uh, is meer dan 60 jaar oud. Um, dus er zitten daar wel oude, grote bomen ook. De bomen die gekapt worden, het ja, is heel divers. Er zijn de grote bomen de kleine bomen bij, er zijn de kleine bomen bij die wel oud zijn, maar niet heel erg dik. Uh, nou zeggen de tegenstanders heel duidelijk, ook op mijn website, daar worden monumentale bomen gekapt. Maar dat is dus niet zo. Er zijn geen bomen daar die aangemerkt zijn, ook niet op de groene kaart van de gemeente waar monumentale bomen op staan, uh, die echt als monumentaal zijn aangemerkt. Dat betekent niet dat ze, dat ze minder waard zijn of zo. Maar monumentaal niet. Ja, oké. Okay. En ja, wat is nou eigenlijk? Het, wat zijn nou? Wat weten we nou eigenlijk nog niet? Je zei we weten niet precies de oppervlakte. We weten ook nog niet precies uh, wat voor soort bomen. Hoe, wie nou precies welke boom weg moet? En we hebben wel een idee van wat voor soort bomen er uh, terug gaan komen. Ja, dat is dus ook niet bekend. En dat is natuurlijk best wel lastig, want een van de argumenten van de tegenstanders. Die ik op zich ook begrijp van, nou ja, haalt nu bomen weg. die dus al uh, decennia lang is daar een park gevormd. en dat haal je weg. en dan ga je nieuwe bomen voor terugzetten. Ja, en dat zijn vaak toch kleinere, jongere bomen. die nog moeten gaan groeien. Dus je moet daar uh, 20, 30 jaar voor rekenen. voordat je weer een volwaardig park daar hebt. Maar het lastige is natuurlijk wel dat het dus niet bekend is nog welke bomen er precies terugkomen. dat is gewoon nog niet bepaald. Dus je kan ook nog niet exact zeggen van hoe lang gaat het duren. voordat dat er echt weer is. En dat is natuurlijk wel moeilijk om daar dan wel een besluit over te moeten nemen of je ervoor of er tegen bent. Ja, dus ja, en, en welke bomen dan ook nu precies, als je door het park gaat lopen, kan je ook nog niet precies zeggen, die boom gaat weg, die boom blijft, daar komt er één. Zover zijn ze gewoon nog niet in dat plan. Um, ja, dus dat is lastig. Het is een beetje ook een kwestie dan van dat je het college gelooft als ze zeg maar beloven van er komen echt minimaal evenveel bomen terug en waarschijnlijk nog wel wat meer. Uh, maar we weten alleen nog niet precies uh, waar ze komen en wat voor soort uh, bomen. En ja, dan heb je natuurlijk altijd nog het punt van de biodiversiteit. Dat is natuurlijk een ja, heel hot woord. Maar ook, ja, het is natuurlijk ook wel echt heel belangrijk. Want ja, uh, we hangen, ons, ook ons leven hangt er een beetje vanaf, zou je kunnen zeggen, als je het heel ver uh, doortrekt. En ja, het maakt natuurlijk een stuk groen ook wel aantrekkelijker als het niet alleen maar. Ik zal maar grasvelden zijn met allemaal dezelfde soort bomen ja. erop. Ja, volgens mij is iedereen het daarover eens dat biodiversiteit gewoon enorm belangrijk is, en zeker in deze tijd. En zelfs voor het voortbestaan uh, van, van de mensheid. Dus ik, ja, daar, volgens mij is daar geen twijfel over mogelijk. Um, nou is het zo in het plan zijn wel allerlei diverse uh, uh, ja, begroeiing van hoog naar laag. Uh, bloemrijke velden zijn daarin ge, uh, ingetekend, dus in hoogte. Um, die zijn ingetekend. Maar ja, de vraag is natuurlijk: uh, brengt het dezelfde biodiversiteit terug. als die je nu hebt. en waar je sowieso vanuit kan gaan. hoe groen je het uiteindelijk ook gaat maken. voor de natuur en de, de, de dieren en de planten die er nu zijn. gaat daar verstoring optreden. Want waar een kunstgrasveld op komt te liggen. ja, daaronder gaan die dieren. die gaan daar niet onder leven. Uh, de, de, de bomen die gekapt worden. of het groen dat weg wordt gehaald. of de dieren die daarin leven. ja, dat wordt verstoord. Uh, ja, dus, nou. dus daar kan je, dat is gewoon zo, daar kan je niet omheen. Maar ja, we moeten, uh, wat jij zegt, je moet eigenlijk, het gaat er ook een beetje om of je gelooft dat het plan echt groener en biodiverser wordt. Uh, zo staat het wel opgetekend. Ja. Maar wat het uiteindelijk precies wordt, ja, dat kunnen we alleen maar weten als het uh, doorgaat. Ja, dus daar kun jij ook als, uh, als onze opper uh, factchecker nog niet heel veel uitsluit over geven, omdat het nog in die zin nog niet een heel gedetailleerd plan is, maar meer een, ja, een voorstel met een een richting eigenlijk van naar nou, die kant uh, moet het op uh, ja. gaan. Ja, en in dat voorstel is dus wel heel veel meegenomen. En dat kan iedereen ook zelf bekijken in de voorstellen die er liggen. Oké, okay. hey, hartelijk bedankt, uh, Rianne, voor je, voor je fact-check. En ik zou zeggen, uh, heel veel succes. We gaan uh, later dit weekend, denk ik, kunnen we het allemaal teruglezen op, uh, op Sleutelstad. Uh, alle, alle details. Ik zou iedereen aanraden, lees het allemaal gewoon. Uh, maak het je eigen. En uh, maak volgende week in het stemhokje gewoon een hartstikke goede keuze. En het allerbelangrijkste is uh, zou ik zeggen: get out and vote.